Van 30 mei tot en met 5 juni jongsleden was het de week van de lokale omroep. Een mooie gelegenheid voor Omroep Rijswijk om de deuren open te zetten en te laten zien hoe lokale radio en televisie wordt gemaakt in Rijswijk. Om klokslag 12 uur opende burgemeester Bezuijen van Rijswijk in het bijzijn van veel nieuwsgierigen met een druk op de knop de open dag. Het is vandaag 30 mei 2015. Welkom bij Omroep Rijswijk. En we hebben vandaag een bijzondere open dag hier. En de studio is compleet volgestroomd. Met allemaal leuke mensen. En onder andere de burgemeester van Rijswijk, die staat naast me. Nou, burgemeester, extra trots op een dag als vandaag op Rijswijk? Ja, uiteraard. Kijk eens, een enorme belangstelling die er ook voor is. En dat is ook heel belangrijk, want een lokale omroep is ontzettend belangrijk voor de informatievoorziening aan onze inwoners. Ik heb de hele ochtend geoefend. Er staat een mengpaneel voor de burgemeester en hij gaat straks op een knop drukken. Ja. En officieel de open dag van Rijswijk openen. Ja. Dus, en u weet welke knop het is. Ja? Ik zou zeggen, ga uw gang. Nou, dan gaat hij bij deze. En de open dag is geopend. Applaus. Dank u wel, burgemeester Bezuijen, voor het drukken op de knop. Het is 30 mei 2015. Rijswijk, een groene stad. Een ondernemende stad. Na de officiële opening was er ruime gelegenheid om te genieten van een kop koffie en achter de schermen te kijken in de radiostudio. Burgemeester van Bezuijen, u heeft zojuist de officiële opening verricht door op de knop te drukken. Dat is allemaal perfect gegaan, dus we kunnen het bestuur zeker aan u overlaten. Nou, dat is een geruststellende gedachte, ja. En u heeft ook een visie op Rijswijk zelf. En daar dacht u van daar moeten we iets mee gaan doen. Dus op 27 juni organiseert de gemeente Rijswijk een manifestatie in de broodfabriek. En tijdens deze manifestatie kunnen organisaties en instellingen hun visie geven op het Rijswijk van 2020. Ja. En hoe ziet uw Rijswijk van 2020 eruit? Ja, dat is natuurlijk altijd heel riskant, hè? Want we willen dat juist op 27 juni aan allerlei mensen gaan vragen en partijen. En dan is het risico dat als je dat zelf weer gaat roepen, invullen, ja, dat mensen zeggen, ja, dat is lekker, dus wij komen naar iets toe waarvan al lang en breed bekend is hoe het in elkaar steekt. Nou, wat mij betreft is Rijswijk dan een prachtige, zelfstandige gemeente. Met heel veel groen, goede voorzieningen, zoals het eigenlijk nu al is. En dat we dat alleen nog maar steeds verder kunnen uitbouwen. En waar mensen dus heel fijn kunnen wonen, leven en recreëren. Rijswijk ziet er in 2020 uit als een groot groeiende, welvarende stad. Nieuwe wijken, Rijswijk Buiten, zijn dan gerealiseerd. Daar wonen gezinnen, daar gaan kinderen op school. Het is goed wonen in Rijswijk. Ik hoop dat de Boogaard weer in de oude luister hersteld wordt. Dat het druk is iedere zaterdag. Ik hoop dat we, wat de scholenvoorzieningen betreft, dat we een goede middelbare school weer hebben. En dat het IMC met al zijn, Stanislas moet ik eigenlijk zeggen, met al zijn veranderingen, dat hij het heel erg goed doet. In 2020 ziet Rijswijk er beter uit. Past een beetje bij de naam van de partij. Ik bedoel met name dan ook op de leefbaarheid, onze omgeving zoals we die buiten zien. Want dat is op dit moment absoluut het grootste probleem. Waar je ook in Rijswijk loopt, spijtig genoeg, vooral aan het einde van het weekend is dat zichtbaar. Ik hoop dat de armoedecijfers in ieder geval verminderd zijn. Dat het sociaal domein goed gaat lopen. Het loopt tot nu toe goed in Rijswijk. En we horen natuurlijk best wel heel veel in den landen, maar het gaat in Rijswijk gelukkig goed. Ik denk dat we ons in dat jaar, tenminste dat hoop ik tenminste, bekommeren om elkaar, meer dan dat we dat nu doen. Dat wil zeggen dat we ook kijken naar de mogelijkheden die ieder heeft om wat meer te doen voor zijn eigen omgeving. Ik denk dat er wat kleine verschuivingen zullen zijn. Op ruimtelijk gebied maak ik me wat zorgen over de ontwikkelingen in het oude Rijswijk. Ik hoop een stad met voldoende goedkope en betaalbare sociale huurwoningen, die ook in een goede kwaliteit zijn. Hè, want het ontbreekt wel eens hier en daar aan onderhoud van de woningen. Dus dat mag wel zijn. Ik hoop dat we dan hebben kunnen bereiken dat Rijswijk er schoon uitziet. Dat iedereen zich happy voelt. Dat de sportverenigingen floreren. Dan hoop ik nog steeds een onafhankelijke stad in Haaglanden. Ik denk dat iedereen dat hier zegt. Dat het een groene stad blijft waar het goed wonen is. Waar het veilig wonen is. Rijswijk moet een van de veiligste gemeenten van Nederland zijn. Dat is het feitelijk ook. Maar je ziet dat de mensen het niet zo voelen. Dat in ieder geval Rijswijk Buiten uitgroeit tot een prachtwijk.
En niet alleen in termen van stenen stapelen en gesitueerd worden in het groen, maar dat ze er ook helemaal bij gaan horen. Naar mijn idee ziet Rijswijk er in 2020 uit als een open samenleving waar iedereen de ruimte krijgt. Veilig en vertrouwd, zou ik bijna zeggen.